Dorpen gaan gebukt onder de financiële situatie van het land, wat maakt dat het brengen van ontwikkeling iets moeilijker op gang komt. Ricky Suedo is sinds 12 augustus kapitein van het inheemse dorp Redidoti in Para. Bij een bezoek van onze redactie aan het dorp zegt Suedo dat dorpelingen ook moeten bijdragen aan het ontwikkelen van hun omgeving. Een van de manieren is door het geven van ondersteuning aan innovatieve ideeën en aan het bestuur. Als je bepaalde ontwikkelingen moet ontplooien, creatief moet je zijn en kan je geld genereren voor het dorp. Maar jouw ontwikkeling en jouw visie die je gaat hebben, en belangrijk is dat de gemeenschap wel mee moet werken. Want als wij het werk gaan moeten voorzetten om de ontwikkeling, om het dorp naar een bepaalde hoogte te brengen, hebben we de gemeenschap nodig. De kapitein betreurt het ten zeerste dat de communicatiestroom gering is en ziet dit als obstakel voor de ontwikkeling. Desondanks zal Suedo zich eraan committeren om het goede werk samen met het bestuur op gang te brengen. Wij als kapiteins van dorpen, in Himse dorpen heb ik het over het meester, wij voelen het ook. Soms doe je moeite naar de regering toe en je krijgt je feedback. En dit ding moet gewoon gezegd worden, want sommige mensen, je hoort van ja, die Indianen, die inheemse doen geen moeite. Maar wanneer ze moeite doen, krijgen ze zich in de meeste gevallen geen gehoor. Toch? Dus wij als dorpsbestuur of besturen moeten zelf kijken hoe wij creatief kunnen zijn voor de gemeenschap. De tijd is aangebroken om de plannen uit te werken, waarin zijn meegenomen het creëren van betere educatiemogelijkheden in het district, aldus Suedo.